What's up guys, van Den Aden, welkom terug bij Killzone Shadowfall Part 12. Dit is de plek waar de vorige part zijn geëindigd. Als jullie geluid op de achtergrond horen is omdat Julia in de kamer ook nog wat aan het doen is en ik heb koffie. Maar we moeten eventjes stilstaan en luisteren. Kijk, ik ben hier de vorige part geëindigd, maar het was dus nog pittig lastig. Ik heb verschillende technieken al geprobeerd terwijl ik nog niet aan het opnemen was, want dan ging ik een paar keer dood. Maar wat het is, je wordt zo fucking snel gespot. Kijk, ik ben nu gewoon dood terwijl ik er al in was. Er is dus iets aan het rondvliegen of aan het rondlopen die echt heel erg irritant is. Ik heb ook een beetje een snotterig neusje. Even kijken. Schakel ze uit en ga dan verder. Ik denk dat ik gewoon door de tralies eventjes heen moet schieten. Dan zijn deze gasten uitgeschakeld. Want wat het is, we zitten dus op de grens van New Helgen en... Even denken, hoe heet onze stad ook weer? Vecta City? Ja, zo heet het geloof ik. We zitten echt op die grens tussen de Hellghast en de normaal mensheid, zeg maar. En het wordt zo goed beveiligd. Die muur is echt belachelijk goed beveiligd. En wij zitten hier eigenlijk helemaal vast. Want kijk hoe groot het is. Alles patrouilleert hier. En ja, hoe we dit gaan doen, weet ik niet. Gelukkig hebben we teamwork nu met Ego. Zo heet ze toch echt. Ik dacht eerst dat het niet haar naam was, maar dat is echt zo. Het is haar soort van nickname. Want ze heeft wel een eigen naam, maar die is dan weer wel lastig. Die weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik weet in ieder geval dat haar missienaam, haar nickname is Ego. Maar, zij zit dus daar beneden en wij zijn dus haar hulpje. Wij zitten hier met een sniper, met een silencer. En, wow, kijk hoe groot het is. Af en toe lijkt het echt op Resistance 3. Ook die schepen gewoon, die stijl lijkt echt op Resistance 3. Maar, kijk, ons huidige doel is ontsnappen uit New Helgen, maar vervolgens staat zij hier niks te doen. Ze staat gewoon stil. Het is echt heel erg raar. Ik vraag me echt af waarom ze stilstaat. Volgens mij kan ik ook op niks meer schieten. Fuck, kijk, dit loopt rond en het andere loopt rond. Er vliegt wat rond, maar waarom staat zij stil? Het is net alsof het een bug is ofzo. Volgens mij gebeurde dit net ook al 3 keer toen ik niet dus aan het opnemen was. Toen ging ik een paar keer dood. Toen dacht ik, nou, ik zet nu maar mijn opname aan op hoop van zegen. Maar ze loopt dus nog steeds niet. What the fuck? Geef Ego dekking. Ja, dat doe ik toch? Er zijn ook geen enemies meer. Oh, kijk. Ze glitchte gewoon. We gaan nu opeens beginnen. Oh, shit. Ik moet snel schieten. Pew. En nou op die andere. Oh. 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 Godver. Hoe kan het zo vaak misgaan? Wow, what the fuck gebeurde dat? Ik denk dat ik het iets te sloom deed, waardoor ik werd gespot door dat rondvliegende drone'tje. Nou, nu even iets sneller doen dan. We schakelen deze dude uit. 1. 2. Oké, nou kunnen we dus naar boven. Nou worden we in ieder geval niet meer gespot. Want wat het is, zodra één van hun scouts mij spot, dan ja, geven ze dat door. Gaat er een soort van alarm af en komt er een drone die ons meteen pakt. Dus we schieten hun even heel snel dood. Zo. En nu? Het ziet er wel echt heel erg vet uit hoor. Die, wow, ik schrok eventjes. Je stond heel dichtbij. Wat me opvalt trouwens is dat de geluiden in de game best hard zijn en zodra we dan in een soort van gesprek tussen hun twee komen, dat hun stemmen dan verschrikkelijk zacht zijn. Ik weet niet wat het is. Het is echt raar. Dat je echt gewoon helemaal met je ogen samengeknepen zit om goed te focussen op wat ze überhaupt zeggen, want die achtergrondgeluiden zijn veel harder dan hun gesprekken. Nou, dat is nou kut. Ze had een fucking vet rifle. Thanks. What you said about killing Masar.
You mean it? I couldn't live with myself otherwise. If you were honest, neither could you. Come on, it's not much further. Oké, nou, zij wordt onzichtbaar en we hebben in ieder geval wel haar hulp. I have to get over to the control tower. See if you can find a way to disable the security system. Maybe there's a spider mine around here. Stand by until I get a position. Oké, nou, ik denk dat de missie vrij duidelijk is, maar of het zo makkelijk is, dat is natuurlijk een tweede. Het wordt namelijk verschrikkelijk goed beschermd hier. En gepatrouilleerd wordt er natuurlijk ook. Dus we moeten echt uitkijken dat we niet worden gespot. Maar die toren die jullie daar zien, die toren daar eigenlijk recht in beeld nu, die rode toren. Dat is de toren waar we heen moeten, de controletoren. Ja, dat is toch een kut ding, jongen. Want volgens mij zit hij helemaal vol met enemies hier. Het is echt gewoon een soort van centraal punt van de muur. Maar wat ik me nu eigenlijk bedenk, terwijl we dit spelen, is dat deze game zo verschrikkelijk veel lijkt op Resistance. Maar dat niet alleen Killzone een PlayStation exclusive is, maar dat ook Resistance een PlayStation exclusive is. Dus wie weet, komt er de aankomende tijd, de aankomende paar maanden of weet ik veel, misschien pas over een half jaar of over een jaar, wordt de nieuwe Resistance aangekondigd. En dat is wel heel erg vet. Want die games, daar genoot ik altijd echt van. Ze zijn zo ondergewaardeerd. Er zijn echt maar een klein groepje mensen die games spelen. En die games zijn zo vet. Ik heb ook helaas mijn Let's Play nooit af kunnen maken. Gewoon door het gezeik van accounts die steeds switchten. En dan was ik mijn bestanden weer kwijt. Want dan had ik weer parts geüpload op iDenaden. En dan switchte ik weer naar Denaden. En die hele serie is gewoon verneukt. Dus eigenlijk wilde ik daar altijd al mee verder gaan. En het is er een beetje bij gebleven. En nu ik zo nadenk, ja, wie weet, komt er een Resistance 4 op PlayStation 4? Net zoals Uncharted 4, PlayStation 4, Killzone 3, Killzone Shadowfall, Killzone 4 dus eigenlijk. Wie weet. Ze hebben me door, godverdomme. Cameraatje is in ieder geval wel down. Ik heb echt mazzel dat ik die Echo kan gebruiken als sniper chickie. Want anders was ik echt de lul hier in mijn eentje. Dat ben ik volgens mij sowieso. Opbouwende spanning. Die muziek. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Granata. Oh shit. Die tekst. Kijk nou, dat zit helemaal in mijn hoofd geprint. Zo lang heb ik eigenlijk Call of Duty gespeeld. Over Call of Duty gesproken. Die game is echt... ja, hoe moet het zeggen. Ik heb nu weer een paar video's van The King gezien. En degene die eigenlijk elke keer Call of Duty speelt is The King. En ik denk dat Call of Duty een beetje in gevaar is als het zo doorgaan. Dat zagen we natuurlijk al heel lang geleden aankomen. Maar iedereen praat er nu over dat Call of Duty dood is. En dat de Nederlandse community ook langzaam afsterft. Dus... Oh, het is zo kloten. Dat die game zo erg uitsterft en zo achteruit is gegaan. Als je nadenkt dat die game zo goed was vroeger. Die multiplayer was echt te awesome. Zoveel gespeeld en dan is het nu gewoon dood. Nou, like it then. Maar goed, fuck Call of Duty. We zitten in Killzone Shadowfall nu. Waarbij de multiplayer overigens wel heel goed is. Maar wat mij dus weer, als ik zo'n commentary van de King hoor, laat het me weer heel erg twijfelen of ik überhaupt die game al moet aanschaffen. Want ik wil Ghost hebben. Ik wil het gewoon voor de multiplayer en... Ja, de singleplayer kan ik dan let's playen en dan de multiplayer kan ik gewoon vet video's van maken. Maar ja, als ik zoveel mensen negatief hoor praten, dan denk ik, ja shit. Moet ik het wel doen? Kan ik niet gewoon beter non-stop voor Battlefield gaan? Gewoon Battlefield 4 en dan heel veel Battlefield 4 video's maken. Dat is een twijfelgevalletje, hè, jongens. Oké, die counter is ook uitgeschakeld. En ik had het net over Resistance, maar er zijn nog wel meer dingen over PlayStation 3. En aangezien ik nog maar 2 games heb voor PS4, ben ik van plan toch wel echt eventjes mijn PlayStation 3 weer aan te sluiten. Wie weet kan het tegelijkertijd, dat moet ik nog even testen, dat ik allebei mijn consoles aansluit op mijn tv. Dat hoop ik eigenlijk wel. Maar dat ik dan eventjes... ja, verschillende series afmaak. En misschien zelfs een nieuwe Free Roam serie start. En dat is die van Assassin's Creed 3. Aangezien ik daar nooit mee verder ben gegaan. Ik heb alleen de game uitgespeeld. En ik heb nooit meer een kistje opgepakt. Of andere forten veroverd. Terwijl dat toch wel echt heel tof is. Als ik het nu in Assassin's Creed 4 aan het doen ben. Maar goed, het zijn allemaal ideeën. Dus denk niet dat ik in deze commentary opeens helemaal... hard van stapel lopen en alles maar zeggen en dat het ook allemaal gaat gebeuren, maar het zijn plannen.
Maar goed, focus, want we moeten al deze enemies uitschakelen en we zitten alleen maar in dekking. Die Ego mag wel even helpen hoor, het is super irritant dit. Oké, nice. Ja, het is kloter dat ik die gast niet kan hitten. Hij zit helemaal achter een muurtje, die mafketel. Nou, hij komt er ook niet achter vandaan, die sukkel. Nou ja, dan niet. Dan heb ik voor niks mijn focus gebruikt. Of nou ja, de adrenaline, zo heet het in deze game. Ik noem het focus. Volgens mij is die nu dood, maar daarachter elke jongen, ze blijven doorgaan, hè? Wat trouwens wel heel irritant is, is dat je maar één soort granaat kan vastpakken, zeg maar. Dus als je EMP hebt geselecteerd, dan kan je ook niet normale granaten gooien. Dus dan moet je weer een normale granaat oppakken voordat je met normale granaten kan gooien. Dus ik word nu een beetje gek van de EMP, want ik heb ontploffingen nodig. Ik heb het idee dat we wel steeds dichterbij de controletoren komen. We hebben zelfs een minigun vast nu, dus dat gaat al wat beter. Boom, 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 boom. Oh, nice double kill, maar het liefst wel wat meer. Maar die zijn er weer niet. Godsamme. Snel de toren in. Weer adrenaline voor niks gepakt. Zegt zij nou, I'm at the control room, terwijl wij er juist zijn nu? Dat is gek. They're adjusting their quadrant. They're gonna be here any second. The antenna's down. We need to get power back up. Ja, tuurlijk. Blijf doorgaan. Dus ik moet deze eruit halen. Nou, die pleuren we daar dan neer en we hebben nu een nieuwe nodig. Wel veel wapens hier, dus dat is wel goed. Dat is in ieder geval goed voor elkaar, hè. Ik weet niet of ik hier nog wat mee moet doen, want er staat wel een markering boven. Er staat nu wel een waypoint in mijn beeld, dus ik hou dit ding wel eventjes vast. Zou het hier in moeten ofzo? Moet ik hem opladen? Dat kan ook natuurlijk. Oh, wacht, ik heb het... De antenne doet het weer. Oh, oké. Nou, ik heb het blijkbaar goed gedaan. En zij is nu langzaam die gigantische drones die hier staan aan het hacken. Als het goed is, laten we maar vertrouwen hebben in Echo. We kunnen ook niet meer terug. Wat een bitch. Doet ze de deuren dicht? Oké, ik moet nu dus al deze enemies gaan verslaan. De versterking van de Hellghast. Boom, boom, boom. Pijnlijke schoot af en toe. Wow, shit, wat gebeurt hier? Kijk even hoeveel hier staan nou, what the fuck? De grondtroepen zijn vet sterk nu en dan staan wij hier in ons eentje tegen dit te vechten. Dat kan toch niet, man? Wat echt raar is trouwens, dat als je een granaat gooit, dus dat je minigun weg is. Dan laat hij zijn minigun vallen, die mafketel. Ik snap dat je niet met één hand de minigun kan dragen, maar ik snap niet dat je dan meteen je minigun op de grond gooit. Oh, dit kunnen we toch nooit winnen, joh. Oké, hoe ga ik deze dingen in hemelsnaam verslaan? In ieder geval een granaat daarheen. Boom! Oh, ik had toch wel wat meer enemies verwacht die dood gingen. Oh,
Lopende aanvalsdrone. Ja, heel irritant. Maar kijk wat voor monsterdingen hier staan. Als we dit nou gewoon kunnen pakken. Nou, helaas. De drone. Daar is zij blijkbaar nog steeds mee bezig, die Arrow. Maar ze mag wel een beetje haast maken. Want er zitten hier twee aanvalsdrones achter mij aan. Die lopen op de grond. En Arrow die zit gewoon te chillen daarbinnen. En die denkt, fuck the system. Die denkt echt, fuck the system, ik ga helemaal niet opschieten. Je doet maar lekker je best. Je bent toch zo'n coole Shadow Marshal? Nou, dan kan je net zo goed dekken tegen de grondtroepen vechten jij. Kijk nou, dit kan je toch niet aan als mannetje alleen. En ik ben kapot. Ja, logisch. Dit is echt niet te doen. Ik ben benieuwd hoe lang dit nog duurt, want het lijkt alsof ik nu steeds die waves opnieuw moet doen. Ze begint ook gewoon met te vertellen, verschillende grondtroepen rukken op. Schiet op, doe het in je eentje tegen 800 man. Kan je makkelijk, jongen. Nou, ik pak mijn minigun wel weer. En dit keer niet laten vallen. Oké, ik heb blijkbaar genoeg adrenaline packs. Kijk, zie je? Ik gooi een granaat en meteen is mijn minigun weer weggespannen. Daar ligt hij. Nee, niet daar. Nou goed, ik schiet wel even deze gozer dood. Wat zijn ze irritant, zeg. Ik ben nu al bijna dood. Wow, shit. Dat was echt een vette move dit hoor. Matrix, slow motion, om het hoekie, alles. Oh, hier is een... Wow! What the fuck doen ze hier met z'n allen? Ja, ik ga sowieso dood als dit nog langer doorgaat. Oh, die is kapot nu. Dat is er één. Dat is le uno. Volgens mij zijn er nu wel friendly drones die rondvliegen. Dat komt volgens mij door die hack actie van Ego. Oh, schiet op man. Ga dood gewoon, kut drone. Kut drone, zo klonk dat. Oh, nou hou ik wel mijn minigun vast. Dus klimmen kan je er wel mee, maar een granaatje gooien is te moeilijk. In ieder geval genoeg ammo. Wow, waar de fuck komt hij nou weer vandaan? Staat hij hier ook weer? Ze blijven doorgaan, die gozers. Gozers. Headshot, bitch. Maar er staan hier natuurlijk ook weer 100. Oké, 100 valt wel mee. Maar er zijn er wel veel. Oh, dat was een korte adrenaline pack, want hij is nu alweer uitgewerkt, terwijl ik net lekker in mijn actie was. Komt hij weer hoor, die gozer. Die gast is super irritant. Oh, hij is gedaan. Controlepunt. Nice. Ja, nice. Ik praat lekker deze part, gaat goed. Oh, nou moet ik echt niet dood gaan door die klote enemies die hier nog achter zijn gebleven. Actie, reactie. Ik draai me om en schiet gewoon op niemand. Nou, misschien kan ik nog wat ammo pakken. Nee, volgens mij niet. Die minigun ammo die vind je amper. Dus je moet blij wezen als je een minigun vindt, maar vervolgens heeft hij 300 kogels of 400 en dan kan je bijna nooit meer ammo vinden. Weer één? What the fuck? Dat is gewoon al de vierde. Wow, nou is dat hier ook weer.
Dat is er gelukkig maar één. Maar waar komen die gasten steeds vandaan? Ik schiet hem net dood en dan staat hij opeens weer achter me. Kijk, nu heb ik weinig munitie, maar er zijn er gewoon nog twee. Oh, irritante gimma. Of in ieder geval dit soort stukken. Er zijn vet veel waves. Daar hou ik. Daar haat ik van. Nee, daar hou ik niet van. Waves. Het is echt zo van blijf leven tot dit punt. Joepie, dat vind ik echt niet zulke leuke gameplay. Nog maar 40 kogels. En dat was het. Dat was het. Oh, klaar met de minigun gewoon. Ik kan wel heel zielig met mijn assault rifle op een drone gaan schieten, maar of dat nou heel veel zin heeft. Oh, dat had ook niet heel veel zin. Het ding ontploft gewoon in de lucht. Hoe lang duurt dit, man? Wat is die drone aan het doen? In plaats dat hij me nou gewoon helpt. Als ik nu dood ga, ga ik echt janken. Oh, huh? Nou is hij weer weg. Oh no, please. Don't let me die. Oh, what the... Ik zit gewoon in dekking ook nog en ik ben nu dood. We hadden wel een controlepunt waar ik er twee had vermoord, maar er zijn er dus nu nog twee. What the f... En mijn kleine drone is ook weg, dus die kan me ook niet reviven. Wat is dit irritant, hè? Ik heb het idee dat ik gebruik kan maken van de drones, maar ik dat gewoon de hele tijd vergeet. Maar dat komt ook omdat ze gewoon rondvliegen. Waarom doen ze hun werk niet? Nou, dan komt hij aan, hoor. Weer eentje, jezus. Wow, wat gebeurde hier? Was er nou gewoon een drone aan het glitchen in de grond ofzo? Wat moet ik doen? Waarom werkt dit ding nog niet? Hier is het toch mee bezig, of niet? Ik snap het niet. Wow, hebben we hem hier weer hoor. Staan ze weer die enemies? Nou dan, doen we maar weer onze actie. Slow motion en zo. Boom, 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 boom. Ik weet ook niet of je op een bepaald punt moet hitten of zo om de meeste damage te doen. Ik denk het niet. Deze gun schiet echt super snel. Of het veel damage doet, dat is volgens mij echt niet het... Wow, what the fuck gebeurt er hier? Ben ik weer dood? Wat gebeurde er? Kwamen allemaal granaten of zo? Echt 5 granaten tegelijk. Oké, ik moet echt een andere techniek hebben, want anders duurt het echt super lang. Dit is nou alweer opnieuw dezelfde wave. Oké, dat was wel een mooie. Er gingen echt veel enemies van dood. Het regent ook echt keihard. Moet je al die druppels op de grond zien. Drone, jezus, ga kapot, man. Hey, hier is dus ammo voor een minigun. Dat betekent dat we nu al over de 100 kogels hebben. Dat is wel vet. Nou moet die toch al gaan lukken. Kom op hé, over de 100 kogels. Oké, die is al kapot. Dat is er nu al 1. Dat ziet er wat beter uit als net. Oké, granaatje voor hun. Zijn hun ook meteen dood? Minigun, alsjeblieft, daar ben je. Oh, hier.
Zo, dan pakken we de minigun weer op. Adrenaline. Boom, 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 boom. Oh, zoveel headshots. Dat lijkt me dit pijnlijk, zeg. Echt een soort Matrix-actie, dit. Oh, drone, flikker op. Oh, ik wil niet dood. Nu gaat hij goed, ik voel het. De drone is al zo zwaar beschadigd. Kijk, hij gooit zijn granaatjes. Hij spit ze uit alsof hij klaarkomt, maar... Wij gaan hem killen. Daar gaat hij. Daar gaat hij. En nog niet. Nu wel, bijna. Ja. Oeh, oeh. En... Boom. He he. Controlepunt. Ik zei het toch, we gaan het dit keer halen. Wat? Ben ik nu dood? Door wat ben ik nou weer nu dood? Volgens mij hebben we... Ja, we hebben wel een controlepunt, dus ik hoef me niet druk te maken. Maar wat is het nou weer voor achterlijke actie? Er zit ook een trofee in de game. Speel de game zonder dood te gaan. Nou, als je dit soort momenten doodgaat, dan kan je dat toch niet voorkomen. Weinig munitie. Even kijken of hier nog wat... Nee, er is hier helemaal niks meer. Ik had gewoon mazzel dat hier net wat lag. Hier ook niet meer? Nee. Ja, en toen zijn ze... Toen zijn ze weggegaan. Allemaal op de vlucht geslagen, sukkels. Oh, mijn neusje jeukt. Maar hier staat Ergo. Dus nu kunnen we eindelijk met haar praten. Come on, now's our chance. Hop up on this ATAC and I'll pilot you across the wall. Seriously? Unless you have a better idea. You have to convince Sinclair to stand down. What about Stahl? Massar? Give me 48 hours, Massar will be dead. Without her, Stahl is finished. He's got nothing but a dead planet. We can avoid war, you know that we can. Oké, okay, nou we gaan er wel opklimmen en we zullen wel zien wat er gebeurt. Don't be the last. Oh, dit is echt debiel. Gewoon op een drone. Als mens zijn, dan ga je toch zo hard dood. Alleen al die hoogte die dingen bereiken. Ik had te lang in mijn broek gescheten. Wow, nou dat ging snel. We werden al gewoon al meteen uit de lucht gehaald door zo'n anti-air system. Maar we staan nu wel echt op de grens. We zijn bijna bij de muur waardoor we binnen kunnen komen in Vecta City. Dus we moeten nu echt opschieten. We zitten ook gewoon midden in een battlefield, dus ik moet echt niet gehit worden. Kom ik er even doorheen gerend hoor, ongewapend. Echt achterlijk dit. Oh, en die graphics zijn zo hoog. Check dat water op de grond. Oh, rennen, 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 rennen. Oh shit, drone recht op me af. Oeh, dat ging net goed. Ik klom net over het kistje heen. En ik ben er! Ik ben er! Oh, ik ben binnen. Wat een mazzel. Oeh, het pad naar het licht. Het is net alsof ik dood ga nu. Het witte licht. Wow, oké, okay, laten we kijken wat er gebeurt, jongens. Down? Are you out of your goddamn mind? Watch it, Lucas. Trust is easily lost in this game, and you don't get it back. She helped me escape. I'd be dead otherwise. You're gonna side with her over me?
She told you she's gonna kill Masar. Oké, jongens. Jullie zagen het. Het was een cliffhanger. Want midden in de cutscene werd het afgekapt. Dit komt allemaal door Facebook. Dus in de volgende part zien jullie als het goed is de cutscene verder gaan. Mocht het niet het geval zijn, excuses maar. Ik kan er echt niks aan doen. Dat komt door die Facebook share button gedoe. Dus ik hoop dat jullie het een vette part vonden. Laat sowieso een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende video die ik maak. Later.